Goedemiddag, beste kijkers. We hebben het vandaag over ontslag op staande voet. We zijn hier bij Magna Carta. En we doen dat via de Academie voor de Rechtspraktijk. Vorige week nog een uitspraak van het Hof in een bijzondere zaak over het niet afrekenen van een blikje Red Bull door een personeelslid van de co-op. In eerste instantie had de kantonrechter in Rotterdam gezegd dat er geen dringende reden was voor ontslag op staande voet, maar het Hof heeft gezegd dat het toch zo was. Wat was er aan de hand? Dat personeelslid had tijdens werktijd een blikje Red Bull genuttigd. En toen de bedrijfsleider haar tijdens de pauze over vroeg, ontkende zij dat. Vervolgens werd ze op staande voet ontslagen nadat ze bleef vasthouden aan die ontkenning. De kantonrechter zei van ja, dit vind ik toch wel heel minimaal voor een dringende reden. Maar het Hof heeft geoordeeld, het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat er toch sprake was van een geldige reden voor ontslag op staande voet. Omdat er een duidelijk beleid is, op papier ook. De medewerker die wist dus wat er zou gebeuren als zij zo'n blikje zou nuttigen. Maar ook ging het niet alleen om zeg maar dat incident zelf, waarbij zij dus dat blikje ongeoorloofd had genuttigd, maar ook, en dat vond het Hof belangrijk, daarover had gelogen. En dat samen vond het Hof een dringende reden voor ontslag op staande voet. Dus ja, we hebben het hier over een ontslag op staande voet, waarbij dus de ene rechter zegt dat het niet zo is en de andere rechter zegt dat het wel zo is. Het kan ook andersom uitpakken. Je moet dus heel goed uitkijken. Het is een ultimum remedium. Eerst even wat algemeenheden over het ontslag op staande voet. Nou, wat staat er dan in de wet? Dat je eigenlijk, als je dat doet, ontslag op staande voet, moet je op twee dingen letten. Je moet het ontslag op staande voet onverwijld aangeven. Je moet dus meteen, nadat het incident zich heeft voorgedaan, zeggen dat iemand op staande voet ontslaat. En moet je ook het ontslag meteen meedelen aan de werknemer. Als je dat niet doet, dan kan je dus in de problemen komen. Ontslag op staande voet heeft bepaalde voordelen. De arbeidsovereenkomst houdt meteen op. Je hebt niet te maken met opzicht, verboden, et cetera. En de werknemer die wordt op de hardst mogelijke manier getroffen. En dat is ook de reden waarom rechters daar hoge eisen aan stellen. Ik zei zo net iets over de onverwijldheid. Je moet dus ontslag op staande voet meteen, nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, geven. Maar er is wel, en wel het mitsen en maren. Je mag wel schorsen, bijvoorbeeld in verband met een onderzoek, als die schorsing maar zinvol is en niet te lang duurt. En je mag ook wachten met het ontslag op staande voet totdat er iemand is die bevoegd is om het ontslag te geven. Stel dat de directeur in het buitenland is, dan is het, zou je werknemer kunnen schorsen totdat die directeur terug is en dan het ontslag geven. Je kan ook natuurlijk iemand schorsen en aangeven van dit en dit is er aan de hand. We geven jou je toch een bepaalde tijd voor om op te reageren. Als die werknemer dan, die krijgt bijvoorbeeld een week om erop te reageren. Als hij volgens niet reageert of niet voldoende reageert, kan je hem op dat moment ontslaan. Waar het om gaat is, je kan niet blijven stilzitten als werkgever. Je moet meteen in actie komen. Kijk heel erg goed uit hoe je een ontslag op staande voet formuleert, want het belangrijkste bij het ontslag op staande voet is altijd heel verstandig om dat natuurlijk schriftelijk te bevestigen of vast te leggen, is wat je precies aan die werknemer schrijft. En als je die deskundige die je nodig hebt, heb je op dat moment nodig. Dat is het belangrijkste moment. Het moment waarop je de ontslagbrief verstuurt en opstelt. Laat die goed nakijken, want de formuleringen zijn heel erg belangrijk. Je ziet nog wel eens dat in ontslagbrieven staat van je hebt je schuldig gemaakt aan diefstal of aan verduistering. Dat zijn allemaal strafrechtelijke termen. En dat betekent dus dat je, dat rechters, op dat kan tot gevolg hebben dat de rechter ook dan van jou verlangt dat je bewijst dat er sprake was van diefstal. En dan moet ook vast komen te staan dat de werknemer zich in strafrechtelijke zin heeft schuldig gemaakt aan diefstal. In plaats van diefstal kan je in zo'n situatie dus beter schrijven ongeoorloofd wegnemen. Want dat is geen strafrechtelijke term. Zo zijn er tal van zaken waar je op moet letten bij het formuleren van zo'n opstellen van zo'n brief. Let daar dus op en laat je tijdig adviseren. Bij de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst is het ook van belang om even na te denken. Want als je iemand op staande voet ontslaat, dan
schrijven werkgevers af en toe van... Ja, je krijgt gewoon je salaris doorbetaald tot de laatste dag en we wikkelen gewoon af. Maar let wel, als iemand zich echt schuldig heeft gemaakt aan een dringende reden voor ontslag op staande voet, dan staat er eigenlijk een soort boete op en zou die de opzichttermijn die niet in acht wordt genomen door de werkgever, hè, omdat die werknemer zich schuldig maakt aan ontslag op staande voet, dan zou die werknemer nog een bepaalde vergoeding daarvoor aan de werkgever verschuldigd zijn. Dus denk ook daarover goed na. Dan bij de, wat zijn dan dringende redenen? Er staan in de wet allerlei dringende redenen. Die heb ik hier voor u op een rijtje gezet. Dat is geen, wat wij dan noemen, limitatieve opsomming. Als u kijkt naar de ene onderste regel, dan staat daar een wat minder concreet verwijt. En daar wordt dan vaak een beroep op gedaan dat je op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt welke de arbeidsovereenkomst de werknemer oplegt. Dat is dus een kapstokartikel waar je altijd op kan terugvallen. Voor de werknemer, want die kan ook ontslag op staande voet nemen, geldt dezelfde soort algemene bepaling als hij kan ook op staande voet ontslag nemen als van hem niet langer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst nog te laten voortduren. En hier ziet u ook weer een aantal voorbeelden van redenen die een ontslag op staande voet kunnen opleveren voor de werknemer. Dan gaan we naar zeg maar wat uitspraken van rechters in de afgelopen periode over ontslag op staande voet. En dan gaat het altijd om de kleine lettertjes. We hebben hier een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van september 2013. Deze werknemer die is op staande voet ontslagen. En waarom is hij op staande voet ontslagen? Omdat hij zich niet heeft gehouden aan zijn reïntegratieverplichtingen. Dat is altijd een moeilijk verhaal, hè? Iemand houdt zich niet aan zijn reïntegratieverplichtingen. Maar wat is hier aan de hand? Die werknemer die heeft zich laten onderzoeken uit rapportages van een bureau voor arbeidsconsultancy blijkt dat hij in behandeling is bij een specialist van het Academisch Medisch Centrum in Groningen. En daar zijn allerlei dingen vastgesteld, zoals het hebben van versleten en beschadigde spieren en aanhechtingen. Dus die werknemer die kan al een langere tijd geen arbeid verrichten, maar de werkgever is erachter gekomen dat die werknemer tegelijkertijd, ook al kan hij niet werken en last heeft van zijn hele gestel, beschadigde spieren, et cetera, die doet wel mee aan hardloopwedstrijden. Niet zomaar hardloopwedstrijden, dat zijn wedstrijden over 42 kilometer, de zogenaamde marathons. Dus aan de ene kant kan de werknemer niks, aan de andere kant kan hij wel marathons lopen. Nou, de rechter, die wordt door die werknemer geraadpleegd, want die werknemer die wordt op staande voet ontslagen, die krijgt geen salaris en die start een kort geding. En dan zegt de rechter, die vaak toch ook terughoudend is als het gaat om medische zaken, en dan citeer ik even, maar zelfs voor een leek lijkt er een tegenstrijdigheid te bestaan tussen het fysiek in staat zijn tot het lopen van 2 volledige marathons in een tijdsbestek van 1 jaar en het fysiek niet in staat zijn tot het uitoefenen van bijvoorbeeld de functie van postbode. Daar komt bij dat de filmbeelden tonen hoe verbouwingswerkzaamheden worden verricht door die werknemer aan de woning, waarbij hij zich soepel op een stijger beweegt en allerlei bewegingen maakt, waarvoor hij volgens de FML, dat is die beperkingenlijst, beperkt is. Nou, de kantonrechter die zegt van, ook al heeft een ontslag als uiterste middel te gelden, ik acht het niet waarschijnlijk dat jij in een bodemprocedure gelijk krijgt en dat het ontslag op staande voet nietig wordt verklaard. Dus ik wijs die loondoorbetalingseis van jou af. Een leuke uitspraak vanuit Groningen. Dan een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Dat is even om u aan te geven wat voor consequenties er zijn. De Centrale Raad van Beroep gaat natuurlijk niet over de geldigheid van het ontslag op staande voet, maar die gaat over, heeft de werknemer wel of niet recht op een uitkering? En hier blijkt eigenlijk uit deze uitspraak dat als jij je inderdaad schuldig hebt gemaakt aan een dringende reden voor een ontslag op staande voet,
dat je dan ook niet in aanmerking komt voor een uitkering, voor een WW-uitkering. Dat is ook de reden waarom de andere rechter, de gewone rechter, civiele rechter, natuurlijk heel streng toetst. Omdat als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, hij eigenlijk buiten ieder vangnet valt. Dan komen we tot een recentere uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam. Ging hier over een assistentmanager van een hotel. Wat was er aan de hand met die assistentmanager? Die had al diverse officiële waarschuwingen gehad. En die had ook op 7 februari van het vorig jaar een laatste waarschuwing gehad. Waarin stond van als je nou nog één keer zeg maar, je werkzaamheden niet goed uitvoert, dan zal je op staande voet worden ontslagen. Of die je daar rekening mee moet te houden. Dan, wat blijkt er dan? Ergens in 2012 voert die assistentmanager een verkeerde kamercontrole uit. Waarbij een kamer wordt goedgekeurd die eigenlijk veel te vuil was om weer aan een nieuwe klant ter beschikking te stellen. De werkgever heeft dat geconstateerd en die werknemer is op staande voet ontslagen. En de rechter heeft gezegd, dat is toegestaan. Ook gezien het feit dat je een voorbeeldfunctie hebt. Maar ook was je de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Meneer is gewaarschuwd, meerdere malen gewaarschuwd, een laatste waarschuwing. En nu gaat hij weer over de scheep. Ja, dan kan je iemand op staande voet ontslaan. Dan een uitspraak. Waarbij Hofman Recherche is betrokken bij de kantonrechter te Nijmegen. Dat betrof een assistenthoofd voor montage. Die was al langere tijd in dienst, sinds 1992, dus toch al meer dan 20 jaar. Werkgever die krijgt een anonieme brief, waarna die werkgever een onderzoek instelt naar de gedragingen van de werknemer. Daarbij wordt Hofman Recherche ingeschakeld en die kijkt ook in de e-mailbox van de werknemer. Nou, de rechter zegt, in deze uitspraak is dan van belang dat de rechter zegt dat die e-mails niet onrechtmatig zijn verkregen. Wel zegt de rechter dat Hofman tijdens een verhoor van werknemer ten onrechte heeft verzuimd de reden van het onderzoek bekend te maken. En de werknemer is ook niet geweest op mogelijke consequenties van het onderzoek. En bovendien is de werknemer niet in staat gesteld, niet in gelegenheid gesteld een rechtshulpverlener in te schakelen. Dat neemt de rechter dus de werkgever kwalijk. Hè, want als Hofman iets niet goed doet, dan wordt dat toegerekend aan de werkgever. De rechter gaat vervolgens kijken. Ja, er werden 3 redenen ten grondslagrecht aan het ontslag op staande voet. Die werden inhoudelijk beoordeeld. Maar die ontslaggronden werden door de rechter niet gezien als een zelfstandige reden voor een ontslag op staande voet. Bijvoorbeeld zegt de rechter, uit de gedragsregels blijkt niet dat het doen van aankopen bij buitenlandse relaties niet is toegestaan. Die deed die werknemer dan ten eigen behoeve op kosten van de zaak. Dat blijkt hier dan niet uit. Maar in de gedragsregels stond dat niet. Nou, dat gaat mijns inziens ook wel heel ver om al dit soort dingen vast te leggen in regels. Maar in ieder geval, je ziet hier dat dus dat de kantonrechter in Nijmegen vrij streng is. En ook zegt hier in deze uitspraak dat er geen dringende reden is voor ontslag op staande voet. Ook al was er dan een heel uitvoerig rapport. Gaan we naar een volgende uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam. Er werd een docent ontslagen op staande voet. Vervolgens, wat doet dan voordat er een uitspraak is over een ontslag op staande voet procedure, zijn we soms wel een jaar verder. Dus een werkgever die dient dan een voorwaardelijk ontbindingsverzoek in. En dan vraagt die ontbinding voor het geval het ontslag op staande voet onterecht zou blijken. En dan loop je niet dat loonrisico, want anders loopt dat dienstverband nog een jaar door. Door die ontbinding, eerdere ontbinding, heb je dat risico in ieder geval afgedekt. Alleen, hier zegt de kantonrechter, ja, maar BBA is, daar deed de werknemer ook een beroep op. Dus het buitengewoon besluit, arbeidsverhouding is niet van toepassing. Dus je kan gewoon opzeggen zonder dat er een vergunning is van het UWV. Omdat dat eenmaal zo is geregeld in het onderwijs. Dus zo'n ontslag kan nooit nietig zijn. En wijst u daarom rechten het ontbindingsverzoek van de werkgever af. Dat is hier dus gebeurd. Dus let daarop als je in het onderwijs opereert, gelden er aparte regels. Een uitspraak van de kantonrechter te Haarlem ging hier over iemand die 21 jaar
22 jaar zelfs in dienst was. En hij was al eens eerder gewaarschuwd in 2010. En in 2012 of in 2013 gooide hij een bekertje met koffie in het gezicht van een collega en werd vervolgens op staande voet ontslagen. De rechter heeft dat niet geaccepteerd. Hij heeft gezegd, dat vind ik toch in het licht van de hele situatie geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Omdat, waarom deed hij, die kijkt dan naar waarom deed die werknemer dat. En dat was een werknemer die was heel erg tegen het roken, ik denk de meeste. Er stonden een aantal werknemers die waren aan het roken, min of meer in het bedrijf. En die situatie escaleerde zo dat hij daardoor, of in ieder geval in verband daarmee, dat bekertje koffie in het gezicht gooide van de collega. Nou, de rechter die ziet dit incident als, dat kan natuurlijk niet, maar er had ook een waarschuwing voor kunnen worden gegeven. En gezien het dienstverband van 22 jaar vindt de rechter ontslag op staande voet te ver. Het ontslag op staande voet wordt dus afgewezen. Dan een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Van 31 juli weer ook kantonrechter Haarlem hier. Dan hebben we het over een advocaat stagiair. Uit deze uitspraak blijkt dat het ontslag op staande voet een ultimum remedium is. Een uiterste middel. Dat je, als je iemand ontslaat, dat je een hele duidelijke ontslagbrief moet hebben. Want in dit geval werd tot slag op staande voet afgewezen omdat er een onduidelijke ontslagbrief was en er niet goed nagedacht was over de redenen, want die klopten niet. Het niet meewerken aan mediation werd namelijk gesteld en het geen gehoor geven aan oproepen van de werkgever. Dat bleek in werkelijkheid toch anders te liggen. De werknemer werd dus in het gelijk gesteld. Let dus heel erg goed op. Ik zeg het nogmaals, het allerbelangrijkste bij een ontslag op staande voet is de eerste ontslagbrief. Dan een uitspraak van de kantonrechter in Bergen op Zoom. Dat is een uitspraak tussen twee broers, waarbij de ene broer overleed. Er kwamen erfgenamen in. De andere broer die had een merkwaardige constructie, want die was werknemer van de overleden broer, maar verhuurde daarnaast het bedrijfspand aan zijn broer. Nadat zijn broer was overleden, heeft hij in één keer het hele pand ontruimd. En het UWV die heeft vervolgens ook een ontslagvergunning gegeven aan de erfgenaam om die broer op te zeggen. Maar tijdens de opzichttermijn bleek dus dat die broer het bedrijf van zijn overleden broer buiten zijn eigen pand heeft gezet. En dat vond de rechter een goede reden voor ontslag op staande voet. Dan een andere uitspraak van de kantonrechter te Breda, dat speelde zich allemaal af bij Laurentius. En dat is een hele interessante zaak, omdat het over allerlei interessante zaken gaat. In verband met ontslag op staande voet ging hier over een directeur van de woningcorporatie Laurentius. Hij was 12 jaar in dienst. Hij was op 21 mei 2012 was hij in voorlopige hechtenis genomen. 22 mei geschorst. 1 juni het zijn salaris stopgezet. 22 juni werd die voorlopige hechtenis geschorst en mocht onder de voorwaarde dat hij met een aantal mensen geen contact meer zou hebben. Vervolgens vond er eerst een kort geding plaats over de stopzetting van de salaris. Want die meneer was inmiddels weer uit de gevangenis en maakte dus aanspraak op zijn salaris. En dat is afgewezen in kort geding omdat de rechter zei ja, je bent weliswaar weer vrij, maar je mag geen contact hebben met mensen. Bovendien zijn die feiten zodanig dat er helemaal geen reële arbeidsperspectief voor jou is op dit moment om weer te werken. En dat rekenen wij jou aan, gezien alles wat er is gebeurd. Dus het kort geding verliest die werknemer. Hij krijgt geen loondoorbetaling, dat is vrij uitzonderlijk. Vervolgens wordt er een UWV-procedure gestart, die verliest de werkgever. En op 5 oktober 2012 schrijft het UWV aan de werkgever dat hij die ontslagaanvraag afwees. Volgens is het een tijdje stil, die werknemer krijgt geen salaris en
komen er nieuwe feiten in die strafzaak aan bod, die de werkgever ook te zien krijgt. En dan op 29 januari 2013 stuurt de werkgever een brief aan de werknemer. Zegt van dit en dit en dit is allemaal gebleken. We geven jou 2 dagen om hierop te reageren. Dit is voor ons reden om hele ernstige maatregelen te nemen, waaronder ontslag op staande voet. Maar we geven jou in ieder geval wel de gelegenheid om daarop te reageren. Die werknemer die krijgt nog een dag respijt. Maar die zegt dat lukt mij niet op zo'n korte termijn. En op 1 februari, als er geen reactie is, dan wordt die werknemer op staande voet ontslagen. En dat houdt stand. Want de werknemer heeft zich zodanig gedragen in die strafrechtelijke procedure, door ook geen informatie te geven aan de rechter en niet te antwoorden op vragen, dat de rechter in de civiele procedure zegt, ja, de feiten zijn zodanig en jouw houding op wat er allemaal aan de hand is, is van dien aard dat wij eigenlijk dat ontslag op staande voet als terechtgegeven beschouwen. Interessante uitspraak. Volgende uitspraak is van het gerechtshof in Arnhem van vorig jaar. Gaat over een, dan zie je hoe straks zo'n ontslag op staande voet situatie kan werken. Dat gaat over een rookverbod. Achter een bepaalde lijn in een bedrijf mag niet meer gerookt worden. Personeelsleden zijn allemaal geïnformeerd. En er is ook gezegd dat als je daar wel gaat roken, dat je op staande voet wordt ontslagen. Een werknemer doet het toch. En dan wordt die werknemer ontslagen. De kantonrechter, die had, dacht ik, in eerste instantie gezegd, dat is geen geldige reden voor ontslag op staande voet. Maar het hof in Arnhem, die zegt, ja, hij wist wat de regel was, hij wist ook wat de consequenties konden zijn. Hij is terecht op staande voet ontslagen. Hij is van tevoren uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de gevolgen van de overtreding van het rookverbod. Dan een uitspraak van de Hoge Raad van 14 december. Daar heeft het hof, zeg maar, dat is meer een juridische zaak, maar het hof, toch even interessant voor u om daarnaar te kijken. Het hof heeft besloten op iets wat de werknemer niet had aangevoerd. En de Hoge Raad zegt, ja, dat mag ook niet. Die werkgever moet in eerste instantie, moet in die ontslagbrief aangeven wat de reden is voor ontslag op staande voet. En die werknemer, die moet ook aangeven wat zijn verweer is tegen dat ontslag op staande voet. En dan kan het niet zo zijn dat het hof dan beslist op een grond die door de werknemer niet is aangevoerd. Tenzij het natuurlijk gaat om iets wat uit de wet ambtshalve zou moeten worden toegepast door het hof. Maar dat was hier niet aan de orde. Dan een uitspraak van de Hoge Raad weer. Het ging hier om een werknemer. Die was ontslagen door de ABN AMRO Bank omdat hij niet bereikbaar was voor controle door de Arbo-dienst en hij ook op een andere manier de gedragsregels had overtreden tijdens arbeidsongeschiktheid. Nou. Het hof heeft geoordeeld dat dat geen dringende reden geven voor ontslag op staande voet. En de Hoge Raad heeft dat eigenlijk erkend. Dan een uitspraak van de Hoge Raad van 20 april 2012. Ook weer een uitspraak over een ontslag op staande voet in een geval van diefstal. En de Hoge Raad heeft gezegd, het oordeel van het hof is juist. Het oordeel van het hof was namelijk dat de werkgever voldoende zwaarwegende reden had om het bedrijfsbeleid tegen diefstal door het eigen personeel strikt te handhaven. En dat in het onderhavige geval aan het ontslag ten grondslag gelegde reden, dat die ook een dringende reden was. En ook werd bewezen geacht dat de werknemer van dat bedrijfsbeleid op de hoogte was. Dus 1. Formuleer het beleid goed. Zorg ervoor dat mensen, werknemers, goed op de hoogte zijn van het beleid en dat men ook weet van als je dit overtreedt, dan is dit de sanctie en pas dat dan ook zonder uitzondering, zonder aanzien des persoons toe. En dan heb je een grote kans dat een ontslag op staande voet wordt geaccepteerd, ook door onze hoogste rechter. Dan een uitspraak van de kantonrechter
van de rechtbank Midden-Nederland op 3 juli. Dat ging over een ontslag op staande voet. Dat is ook wel interessant. Ontslag op staande voet, ik zei u al, om dan je risico te beperken, wordt er een voorwaardelijke ontbindingsprocedure gestart. En deze rechter die heeft gezegd, en dat is even de waarschuwing, kijk goed uit bij een ontslag op staande voet. Want als dat te zwak is, dan kan dat nadelig zijn in zo'n ontbindingsprocedure. Deze kantonrechter heeft dus de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk ontbonden op verzoek van de werkgever, maar heeft een onvoorwaardelijke vergoeding toegekend. Dus die heeft hij niet gekoppeld aan de geldigheid van het ontslag op staande voet. Hij heeft gewoon gezegd, nee, die vergoeding van 87.500, die is direct op eisbaar. Dus die werknemer die krijgt dat geld in het handje. Als hij later die ontslag op staande voet procedure zou verliezen, die werknemer, dan zou hij dat moeten terugbetalen. Maar dan loop je dus wel een restitutierisico als werkgever. Dan een ontslag op staande voet. Andere situatie waarbij ook de werknemer op staande voet werd ontslagen. Die werkgever verliest vervolgens alle procedures. Kort geding verloor hij, dus hij moest loon doorbetalen. Hij verloor een ontbindingsprocedure, want dat had hij ook gedaan. Maar de rechter zei nee, geen ontbinding. Dus die werkgever die is... Die was verplicht om die werknemer weer terug te laten keren in het werk. Maar dat heeft hij niet, zeg maar, voluit gedaan. En dat staat hier ook. Hij heeft allerlei, die werkgever dus, restricties toegepast. Bevoegdheden ingenomen. Dagelijks begeleiding opgelegd. Maar ook geen duidelijkheid gegeven over de situatie. En over de tijdspannen bijvoorbeeld waarin die begeleiding zou moeten plaatsvinden. En waardoor er allerlei onzekerheden ontstonden bij die werknemer. Nou, als je dan een ontslag op staande voet doet, dan, en je houdt, en je verliest zo'n zaak, en je, maar je gaat, blijft die werknemer toch achtervolgen dan mee, dan loop je een kans op een hele hoge vergoeding. In dit geval, de werknemer, die was sinds 96 in dienst, maar die verdiende in principe geen hoog salaris, 1400 euro bruto per maand, werd toch een vergoeding toegekend van 50.000 euro, wat neerkwam op C is 2. Dan een uitspraak van de rechtbank Gelderland, 11 december, september van dit jaar. En dat is ook een leuke uitspraak, omdat dit dezelfde situatie ook bij een school. En er werd een voorwaardelijk ontbindingsverzoek ingediend. Maar in plaats van dat deze rechter de school niet ontvankelijk verklaarde, is hier wel een ontbinding uitgesproken zonder vergoeding. Terwijl die eigenlijk, als je kijkt naar die eerdere uitspraak, daarmee in strijd is, omdat het BBA niet van toepassing is, maar dat is misschien meer voor de juridische fijnproeven. Dan kom ik bij mijn laatste uitspraken. Uitspraak van het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden van augustus dit jaar. En dat is een belangrijke rechtsregel, want daar staat dat de toetsing of het ontslag al dan niet terecht is gegeven kan in beginsel alleen plaatsvinden op basis van hetgeen feitelijk aan de werknemer is meegedeeld en niet op basis van later aangevoerde feiten of omstandigheden. Verder zegt het Hof, dient de opzegging onverwijld na het ontdekken van de dringende reden te beschouwen handeling plaats te vinden onder gelijktijdige mededeling van de dringende reden. Daarbij fixeert de medegedeelde reden in beginsel de ontslagreden. Er kan sprake zijn van een geldig ontslag als van de aangevoerde dringende reden slechts een gedeelte komt vast te staan, maar dan moet het vaststaande deel op zichzelf beschouwd een dringende reden zijn en moet de werkgever hebben gesteld dat dat zo is en moet ook aannemelijk zijn dat hij de werknemer ook sluit om die reden op staande voet zou hebben kunnen ontslaan. Nou, goed. Dat is dus de kern van eigenlijk wat ik u vandaag probeer te vertellen. Dan kom ik bij de laatste uitspraak en eindigen we zoals het hoort bij de Hoge Raad. Het gaat over de klokkenluider. Een werknemer neemt zelf ontslag op staande voet, dat kan dus ook. Die werknemer zegt, ja, er zijn hier zulke misstanden, dat ik kan niet langer werken bij dit bedrijf, van mij kan niet worden gevecht, de arbeidsovereenkomst nog verder voor te zetten. En hij beëindigt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. Dan ontstaan er allerlei procedures. Nou, als u dit leest, dan zal het u gaan duizelen. En dan loopt die werknemer toch een bepaald risico, want
De Hoge Raad die zegt, de verplichting van goed werknemerschap in 6.11 brengt mee dat de werknemer in beginsel tegenover zijn werkgever is gehouden tot discretie en loyaliteit, ook indien de werknemer van mening is dat binnen de organisatie sprake is van een misstand die in het algemeen belang bestreden dient te worden. Nou, dan krijg je een discussie over de uitleg van artikel 88 van de wet op het financieel toezicht. Daar zal ik u niet mee lastigvallen. Maar je kan dus niet als klokkenleider zomaar de stekker uit je arbeidsovereenkomst trekken. Dat kan allerlei negatieve gevolgen hebben. Dan kom ik hiermee aan het einde van mijn lezing over ontslag op staande voet. Tot zover dus deze Magna Carta Newsroom uitzending. U kunt deze uitzending en ook de daarbij behorende artikelen nogmaals zien via het gratis tijdschrift op www.magnacartalaw.tv. Ik dank u voor uw aandacht en tot de volgende keer.